In de huidige economie moeten bedrijven steeds vaker internationaal concurreren. Steeds meer ondernemers zien deze ontwikkeling. Wist je dat er in de provincie Drenthe bijna 4000 bedrijven internationaal actief zijn? En dat er ook nog eens 1900 ondernemers zijn met dezelfde ambitie? Laten we eens naar de feiten kijken. In Drenthe wordt in totaal 4,1 miljard euro verdiend in het buitenland. Dit is bijna een derde van onze Drentse economische waarde. Kortom, bijna 10% van het Drentse MKB draagt voor een derde bij aan onze totale economische waarde in Drenthe. De wereld telt meer dan 190 landen. Toch wordt het meeste geld dicht bij huis verdiend. Zo exporteren we vanuit Drenthe meer dan 950 miljoen euro naar Duitsland en 340 miljoen euro naar België. En China, hier verdienen we 140 miljoen euro. 4000 bedrijven verdienen samen 4,1 miljard euro. Naast deze bedrijven zijn er ook ongelooflijk veel bedrijven in Drenthe die deze kansen ook zien. Om precies te zijn, 1900 ondernemers. Aan ambitie in Drenthe geen gebrek. Maar waarom komt het niet altijd uit de verf? Er zit een wereld van verschil tussen een ambitie en het daadwerkelijk realiseren van een ambitie. Dit heeft te maken met allerlei obstakels: obstakels die je als ondernemer moet overwinnen. Heb je ze eenmaal overwonnen, dan zet je serieuze stappen richting internationaal ondernemen. Als u alle fases succesvol doorloopt, is de kans vrij groot dat u daadwerkelijk gaat exporteren. Het klinkt mogelijk als een beetje huiswerk, maar het is zeker de moeite waard. Natuurlijk ontstaan er marktkansen zonder dat u alle fases doorloopt, maar wilt u export echt onderdeel uit laten maken van uw verdienmodel, dan is het voor de langere termijn zeker een aanrader. Het afgelopen jaar hebben wij als Ik ben Drents ondernemer ons oor te luisteren gelegd bij ondernemers en diverse marktpartijen. Ons doel: ophalen wat jullie er mogelijk van weerhoudt om te gaan exporteren. Dit alles hebben wij verzameld en vertaald naar een programma Internationaal Ondernemen. Maar wat houdt het programma precies in? Wat heb ik hier als ondernemer aan? Wij willen helpen om daadwerkelijk meters te maken op internationaal gebied. Hiervoor bieden we ongelooflijk veel mogelijkheden tot ondersteuning. Ondersteuning om jullie succesvol te laten exporteren. We zijn begonnen met het oplossen van obstakel nummer 1: een oerwoud aan ondersteuning, gebundeld op één platform. Bent u op zoek naar kennispartners, landeninformatie, wetgeving, financiering, coaching of andere ondernemers die u verder kunnen helpen? Met meer dan 280 pagina's over exporteren, moet het gek lopen als u geen antwoord vindt. Ook hebben wij een digitale wereldkaart. Deze kaart is ontstaan vanuit de gedachte dat er 4000 bedrijven in Drenthe internationaal actief zijn. Deze samen hebben ontzettend veel kennis in netwerken. Hoe mooi zou het zijn als we in Drenthe in slagen om deze kennis en netwerken met elkaar te delen en gezamenlijk op te trekken? Wij geloven dat als je in Drenthe bijna 6000 bedrijven met internationale ambities hebt, de kracht zit in gezamenlijk optrekken. Ga eens na, u wilt naar een bepaald land. Hoeveel ondernemers zouden er mogelijk wel niet naar datzelfde land willen? Hoe mooi zou het zijn als je niet alleen maar samen met 10 ondernemers gezamenlijk kunt optrekken? Samen plannen maken en samen de grens over. Een veelgenoemd obstakel is weinig tijd, gecombineerd met niet de juiste mensen in huis. We hebben goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een samenwerking met scholen om studenten te koppelen aan jullie internationale ambities. Klein voorbeeld: de Universiteit in Groningen heeft binnen één faculteit 7000 studenten, waarvan er 2000 uit het buitenland komen. Ongetwijfeld ook een student uit het land waar u naartoe wilt exporteren. Financiering blijft een terugkerend thema. Om dit op te lossen kunt u een beroep doen op diverse financiële mogelijkheden. Zo bieden we exportfinanciering, maar hebben we ook een subsidieregeling. Met deze regeling kunt u laagdrempelig co-financiering krijgen. Op bijvoorbeeld marktonderzoeken, vertalingen, zakenpartnerscans, internationale beursdeelnames of een handelsmissie. Internet is en wordt steeds belangrijker in deze wereld. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan 50% van de bedrijven hun export is ontstaan via internet. Belangrijker dan ooit is het om aan te sluiten bij de laatste technologische ontwikkelingen. Hiervoor kun je deelnemen aan bijvoorbeeld een export door e-commerce scan. Resultaat: een rapport met verbeterpunten voor jouw site.